Ja, komende week is het treinverkeer flink ontregeld. Want de medewerkers van ProRail, de verkeersleidingsmensen van ProRail, leggen op verschillende momenten op verschillende plekken het werk neer. En dat is een beetje alsof de luchtverkeersleiding op Schiphol zegt: jongens, even niet vliegen, want we doen het even niet. We zijn aan het staken. En dus kunnen er geen treinen nu rijden op het spoor daar. Gesprekken over een CO zijn vastgelopen. FNV heeft een looneis van 13% neergelegd. En dus ja, in de regio Kijfhoek, in de buurt van de Rotterdamse haven, gaat 3 uur het werk plat. Belangrijke schakel daar voor vervoer van goederen vanuit die Rotterdamse haven naar het Europees vasteland. Dus hinder voor het goederenvervoer bij ons dan ook Hans-Willem Vroon, die is directeur van RailGood. Dat is de ondernemersorganisatie van commerciële spoorgoederenvervoerders. Meneer Vroon, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, 3 uur vanmiddag kan u de tent sluiten. Hè? Wat heeft dat voor invloed? Nou, dat betekent dat niet alleen 3 uur de Rotterdamse haven, maar eigenlijk alle Nederlandse havens eruit liggen. En het vervelende is, het gaat niet alleen om die 3 uur. We zitten ook de 2 uur ervoor en de 2 uur erna in een afschaling en een opschaling van het treinverkeer. Dat betekent dat de hele Rhine-Alpine-corridor, en dat is een van de belangrijkste goederencorridors in Europa, dat die stil komt te liggen. Wat kost dit? Even, is dat te kwantificeren wat zo'n stremming kost? Want het is niet 3 uur. Je zegt, nee, je moet er nog 2 bij optellen. Maak er maar 5 uur van. Ja, dat levert natuurlijk veel vermogensschade op. Dus moet je toch rekenen op ergens tegen de 1 miljoen euro voor de goederenvervoerders. Dat is alleen de directe schade. Ja. Wat je ook zal zien is dat de verladers, dus de klanten van het spoorgoedervoer, ontevreden raken. Die zijn al ontevreden. Want het spoorgoedervoer in Nederland is erg duur. Dat komt door de hoge inwrijvingen en de slechte infrastructuur. We hebben op dit moment ook met een omleidbedrijf Derde Spoor te maken. Derde Spoor is de verlenging van de Betuweroute in Duitsland. Dat betekent dat we al onze treinen door Brabant en door Oost-Nederland moeten persen. En het vervelende van deze staking is dus dat niet alleen de Rotterdamse haven, maar ook alle op- en afritten van de Betuweroute tot aan Valburg bij Elst. Dan kan je naar Arnhem, richting de grens Oldenzaal. Dat komt allemaal stil te liggen. Zo, dat is niet fijn. Dus dit kost ontzettend veel geld. Wie moet er in actie komen? Want het is nu een zaak tussen de bonden en ProRail. Maar als dit deze implicaties heeft, ik neem aan dat u daar toch wel op een bureau bent geklommen ergens. Van jongens, doe even normaal. Dit gaat ons heel veel geld kosten. Ja, we hebben natuurlijk de directie van ProRail gevraagd om eruit te komen. Ja. We hebben wel overigens begrip voor de standpunten van de directie van ProRail deze. Want ik denk dat ProRail een goed loonbod heeft gedaan. Mm-hmm. De medewerkers van ProRail die verdienen al een bovenmarktconform salaris. Er wordt nu 15% voor de lagere loonklassen geëist en 10% voor de middenklassen. Ja, er lag een bod, dat was 6% voor de middelste salarisgroepen en bijna 8% voor de laagste salarisgroepen. Ga andere acties verzinnen, is de oproep aan het FNV. Neem uw verantwoordelijkheid. Wij zitten midden in een spoorrecessie. Vandaag krijgen we gewoon 1000 tot 1400 extra vrachtwagens op de weg. Ja. Ik denk niet dat wenselijk is voor Nederland. Het is slecht voor het klimaat, heel slecht voor de spoorgoederensector en klanten van het spoor haken af. Ja. Uiteindelijk heeft ook FNV zijn achterban hier geen belang bij. Mm-hmm. Met name de Kijfhoek. Dat zijn allemaal treindienstleiders die worden betaald uit de invrijhevingen van de spoorgoederenvervoerders. Ja. Die komen vandaag niet binnen. Lopen die klanten van het spoorgoederenvervoer weg, krijg je fors minder spoorgoedervervoer. Afgelopen 2 jaar zijn we ongeveer 20% gedaald in volume. Mm-hmm. En het aantal kilometers met lading dat we reden ging met 7% naar beneden in 1 jaar tijd. Dat is meer dan in Europa, fors meer dan in Europa zelfs. Dus dit is slecht voor de werkgelegenheid in de spoorgoederensector. Dat begint bij mijn achterban, bij de goederenvervoerders. Daar wordt fors gesaneerd. En het is doodzonde dat onze branche op deze manier weer verder de penarium wordt geholpen. Ja, dus vakbond, doe even normaal, is uw oproep. Exact. Dank. Hans-Willem Vroon, directeur van RailGood, ondernemersorganisatie van commerciële sporengoederenvervoerders.